Jansen, we zijn hier vandaag in Aalst met de campagne op de Bres voor Oost-Vlaanderen. Wat is er vandaag precies gebeurd? Wij hebben vandaag een gesprek gehouden met OCMW-raadsleden, mandatarissen en met leden over armoede. En we vinden dat dat dringend nodig is, omdat we ervan overtuigd zijn dat armoede nog altijd een probleem is. Ook bij ons, zelfs in een welvarend land als Vlaanderen, is er nog altijd armoede. Die is niet meer zo zichtbaar als in de tijd van Daans, die hier toch wel een symbool is in de stad Aalst. Als het gaat om de strijd tegen armoede, die is vandaag veel meer verdoken, maar ze bestaat nog, en zeker bij onze eigen mensen. Wij hebben rond de tafel gezeten en we hebben dan ook een aantal standpunten naar voren geschoven. Maatregelen die wij denken die moeten genomen worden, zaken die moeten veranderen om ervoor te zorgen dat mensen eigenlijk allemaal een menswaardig bestaan kunnen hebben. Over welke maatregelen gaat het dan? Wel, we denken natuurlijk in de eerste plaats aan het einde van de transfers naar Wallonië, die geen enkel nut hebben en die tegenhouden dat Wallonië zelf verantwoordelijkheid neemt. We willen een actiever OCMW, dat eigenlijk mensen gaat actief opsporen die in armoede verkeren en dat niet wacht tot mensen zich aanbieden aan een loket om dan een aantal diensten aan te bieden. We denken dat een aantal mensen die echt in armoede leven niet tot bij het OCMW geraken omdat ze niet durven of kunnen of willen. En we denken dat daar een grote taak is weggelegd. En natuurlijk, om zo'n beleid te kunnen voeren, moet de import van de armoede natuurlijk ook stoppen. Er gaat heel veel geld naar vreemdelingen, naar de opvang, de begeleiding ervan, terwijl onze mensen vaak in de kou blijven staan. Karen van Overmeijre, Vlaams Belang en Priester Daans. Zelfde strijd? Wel, inderdaad. Vandaag hadden wij een actiedag rond armoede. En als locatie voor die dag hebben we Aalst gekozen, de stad van Priester Daans. Priester Daans die nu populairder is dan ooit. Er is de musical, er is de film, er was het huldejaar. Maar in zijn tijd was natuurlijk Priester Daans een verketterd figuur, net zoals het Vlaams Belang vandaag een verketterde partij is. Wat ons vooral stoort is dat men van Daans een halve socialist tracht te maken, die in de musical zelfs met zijn linkervuist omhoog staat, terwijl Daans heel erg antisocialistisch was. En als we het programma van het Daansisme analyseren, dan zien we dat er veel meer gelijkenissen zijn met de volkspartij van vandaag in Vlaanderen met het Vlaams Belang.